Het is vrijdagavond 2 september in Colombia en ik heb eergisteren bij het openingsdiner een danscontest gewonnen, jongens. Dus ik dacht, dat moet ik jullie even laten weten. We zaten allemaal aan tafel, ik denk dat er uiteindelijk 100 man zaten, totdat op een gegeven moment een groep mooie danseressen tevoorschijn kwam. En tot mijn grote verrassing op een gegeven moment Alistair Walker, die naast mij zat, bij de hand grepen om naar voren te komen en te dansen met hun. Alistair wou dit absoluut niet. En toen dacht ik, nou dan neem ik deze taak wel op me. Ik wou natuurlijk niet, was het absoluut tegen mijn zin in. Maar ik heb vervolgens toen 3 kwartier staan te dansen. En heb toen ook de Colombiaanse danscontest gewonnen. Dus de eerste overwinning die zat al in de pocket. Ik heb net ook nog een tweede ronde van Moestonen gewonnen met 3-0. Maar dat is eigenlijk bijzaak. Dus morgen moet ik halve finale tegen de local favorite Miguel Angel Rodriguez. En dat wordt een leuk potje, denk ik wel. Want er zijn hier veel mensen die hem aankomen moedigen. Dus dat wordt wel mooi. Hoi.